Hallo Sunchanners, vandaag gaan we het Cation Anion toestel gaan regenereren. Normaal gezien ging ik deze video niet maken, simpelweg omdat ik het niet onder een gecontroleerde omgeving kan gaan doen met voldoende verlichting, een goede microfoon, een computer erbij en dergelijke meer. Maar er kwamen gewoon enorm veel vragen over het regenereren van Cation Anion. Dus heb ik het dan toch maar gedaan in de minst ideale omstandigheden. Zometeen volgt er een video over het regenereren van Cation Anion. Je zal waarschijnlijk een klein beetje moeten gaan regelen aan het geluid, want de kans is groot dat die niet optimaal zal zijn. Desalniettemin heb ik toch geprobeerd om het zo goed en zo kwaad als ik maar kon te gaan doen. Dus dadelijk een video over het regenereren van Cation Anion. Ik hoop dat daarmee een aantal vragen zijn opgelost. Zo niet, laat het zeker en vast weten in de comments hieronder op YouTube. Wat wil je precies nog gaan weten over Cation Anion regenereren? Waar heb je je twijfels? Heb je je twijfels over het zoutzuur, over het natronloog? Heb je je twijfels over het gebruik van een Cation Anion? Laat het zeker weten hieronder in de comments op YouTube. Geniet van de video. Zoals gezegd, klein beetje bijregelen aan het geluid zal hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk zijn. Veel plezier! Goed, we kunnen van start gaan met het regenereren van onze Cation Anion-wisselaar. Zoals je kunt zien, moet ik dit doen in mijn bergruimte en heb ik hier ook geen afvoer, dus moet ik al het afval laten lopen in een vat. Zoals gezegd is het natuurlijk veel eenvoudiger om dit rechtstreeks door het toilet te laten spoelen, maar in mijn geval kan het dus niet anders dan het op deze manier gaan doen. Heel eenvoudig, omdat wij eigenlijk op het eerste verdiep wonen, maar wij hebben een tuin op het gelijkvloers. De Cation Anion wisselaar staat op het gelijkvloers en dat spul weegt nogal veel en ik ga het niet naar boven sleuren, want hier beneden in de tuin is er uiteraard geen toilet. We gaan hoe dan ook beginnen met het zoutzuur. Het zoutzuur gaan we gebruiken om de Cation wisselaar te gaan regenereren. Je zag net het beeld van het zoutzuur, een 5 liter fles met een 30% concentratie. Ik ga die 5 liter in een vat doen en dan zal ik het vat aanlengen met water. Het spreekt voor zich dat je het zoutzuur heel voorzichtig in het vat moet gieten en draag ook de nodige beschermende maatregelen als dat nodig zou zijn. Het zoutzuur zit erin. We kunnen uiteraard dit vatje gaan gebruiken om de afval dan te gaan in recycleren. Voor de mensen die even snel aan het meerekenen waren, een 30% concentratie 5 liter, gaan wij aflengen tot aan 25 liter, komen we eigenlijk op een concentratie van 6%. 6% is in feite te sterk om een Cation Anion te gaan wisselen. Kan het kwaad? Nee, maar 3% is meer dan genoeg. Dus 3% is meer dan genoeg. Dus eigenlijk kon ik het halve vatje zoutzuur gaan gebruiken. In mijn geval heb ik er nu voor gekozen, aangezien de wisselaar al lange tijd stijl staat, om een 6% oplossing te gaan nemen. We gaan het vatje nu boven de Cation Anion wisselaar zetten en voor de rest de zwaartekracht zijn werk laten doen. Het spreekt voor zich, ga alsjeblieft jouw vatje gaan afsluiten wanneer je het boven jouw hoofd heft, anders kunnen er serieuze ongevallen gebeuren. Ik laat het water de eerste seconden altijd redelijk snel lopen, maar daarna draai je de kraan zo goed als dicht, zodat het er minstens een uur over doet tegen dat alle zoutzuur door de Cation wisselaar gelopen is. Zoals jullie kunnen zien, gaat het vrij traag. Ik weet uit ervaring nu in mijn geval dat aan dit tempo het ongeveer een uur duurt vooraleer mijn vat met zoutzuur leeg is. Wanneer het vatje bijna leeg is, ga ik het gewoon gaan bijvullen met leidingwater.
Nu zijn we dus eigenlijk bezig met een sterk afgelengde versie van zoutzuural. Op het ogenblik dat je begint te spoelen mag de kraan volledig open. Het spoelen mag dus vrij snel gaan. Zoals je kon zien loopt het water daarom niet bijzonder snel, omdat het door al die harsen moet passeren en het geeft voldoende weerstand van die harsen natuurlijk. Desalniettemin mag je hem gewoon volledig openzetten. Ik spoel altijd 2 vaten van 25 liter voor mijn kation. 1 hour later. We zijn klaar met ons kationwisselaar, nu gaan we onze anion gaan doen. Daarvoor gaan we eerst ons vatje, die we natuurlijk bij voorkeur eerst gespoeld hebben, gaan voor minstens de helft vullen met gewoon leidingwater, vooraleer we het natronloog er aan toevoegen. Anders kan er een hele chemische reactie ontstaan als je het omgekeerd doet. Het zal er concreet op neerkomen dat het allemaal gaat beginnen koken van zodra je er water bij toevoegt. Hele chemische reactie, dat willen we natuurlijk niet. Dus ons vatje eerst voor minstens de helft vol, liefst 3/4 vol, en dan pas toevoegen van het natronloog. Ook hier geldt weer opgepast, gebruik handschoenen en dergelijke meer, maar doordat ik de camera moet bedienen, lukt het mij niet om handschoenen te dragen. En het lukt mij ook niet om op en af te huppelen om de kraan dicht te draaien, dus ik ga het proberen anders doen. Ons vat is vol, we gaan het daarop zetten, maar we gaan eerst goed schudden, omdat die korrels niet altijd onmiddellijk opgelost zijn in het water. Doordat ik hier werk met een andere toevoerleiding, ben ik genoodzaakt om de toevoerleiding te gaan blokkeren met iets zodanig dat die niet uit het vat valt. Zoals jullie kunnen zien, een bokaal met grond in voor orchideeën. Daarvoor dient een bokaal om orchideeën in te planten. We gaan ook nu weer gewoon de kraan heel langzaam openzetten en heel langzaam laten lopen. En we zijn vertrokken met de eerste spoelbeurt. Zo, ik hoop dat het allemaal een klein beetje duidelijk was. Ik hoop dat het geluid voldoende was om toch begrijpbaar te zijn. Ik hoop ook dat ik jullie vragen een klein beetje heb kunnen beantwoorden over het regenereren van een kation-anion-wisselaar. Zo niet, nogmaals, ik herhaal het. Laat zeker en vast weten in de comments hieronder op YouTube waar jouw problemen zitten, wat je nog van vragen hebt over het regenereren van kation-anion. Wil je weten waar je zoutzuur kan halen, natronloog kan halen, dat soort dingen meer, laat het zeker en vast weten. Ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd van deze video van vandaag. Ik zie jou ongetwijfeld terug in een volgende video. Ik wens je ook nog een fantastische dag toe. Dag!